Het geneesmiddel van de week is salbutamol. Salbutamol is een kortwerkende luchtwegverwijder die per inhalatie en intraveneus wordt toegepast. Het autonome zenuwstelsel bestaat uit een sympathisch deel voor actie en een parasympathisch deel voor rust. De beta-receptoren van het sympathisch zenuwstelsel worden gestimuleerd door de neurotransmitter noradrenaline. Via de Beta-1-receptoren wordt de slagkracht en frequentie van het hart verhoogd terwijl stimulatie van beta-2-receptoren onder andere leidt tot bronchodilatatie. Salbutamol stimuleert de beta-2-receptoren van het sympathische zenuwstelsel. We noemen deze geneesmiddelen daarom beta-2-agonisten of sympathicomimetica. De beta-2-agonisten werken allemaal luchtwegverwijdend en worden onderverdeeld in kortwerkende, zoals salbutamol, en langwerkende luchtwegverwijders, zoals formotorol. Salbutamol is een zogenaamde SABA, een short-acting beta agonist Het werkt binnen circa 5 minuten en het effect houdt 4 tot 6 uur aan. Salbutamol per inhalatie wordt toegepast bij astma en COPD. En ook voor het diagnostiseren van astma wordt salbutamol gebruikt. De FEV1, het uitgeblazen volume in de eerste seconde van de test, wordt dan gemeten voor en na inhalatie van salbutamol. Bij status asthmaticus kan salbutamol ook intraveneus worden toegepast. In 2019 is er een belangrijke wijziging doorgevoerd in de internationale GINA richtlijnen voor de behandeling van astma. Voorheen werd gestart met alleen salbutamol zo nodig en werd pas bij ernstige vormen van astma een combinatie met corticosteroïden geadviseerd. Ten tijde van de opname van dit filmpje wordt in de astma richtlijnen al vanaf stap 1. De combinatie met een corticosteroïde per inhalatie geadviseerd. Bij voorkeur wordt een combinatiepreparaat met de langer werkende beta-agonist voor motorol gekozen, zoals in dit schema aangegeven met groene blokken en pijlen. Salbutamol staat in dit schema met rode blokken en ovalen en heeft niet de voorkeur omdat het altijd gecombineerd moet worden met een inhalatiecorticosteroïd. En hiervan is geen combinatiepreparaat op de markt. Bij de behandeling van COPD heeft de inhalatie van salbutamol zo nodig wel een plaats in stap 1. Bij ernstige vormen van COPD in stap 2 en 3 hebben de langwerkende middelen de voorkeur zoals de beta-agonist formoterol en de muscarine antagonist thiotropium. Bij inhalatie bereikt een deel van de salbutamol-dosis de bloedbaan. Daardoor kunnen beta-adrenerge bijwerkingen optreden zoals tachycardie, rusteloosheid en tremor. Andere bijwerkingen die regelmatig voorkomen zijn hoofdpijn, misselijkheid en een brandend gevoel van de tong. Salbutamol heeft als beta-agonist een interactie met de niet-selectieve beta-blokkers: propranolol, labetalol en sotalol, omdat ze allemaal de beta-2-receptor bezetten. Er zijn eigenlijk geen relevante contraindicaties voor salbutamol, tenzij iemand in wedstrijdverband sport. Alle beta-2-agonisten staan namelijk op de internationale dopinglijst met een maximale dagdosis. De elektronische voorschrijfsystemen kunnen hierop bewaken door invoer van de contraindicatie sportbeoefening. Salbutamol wordt in de thuissituatie meestal als dosis of als inhalatiepoeder toegepast. Voor het inhalatiepoeder is een krachtige inademing nodig. En bij het aerosol moet de dosis afgevuurd worden tijdens een rustige, gelijkmatige inademing. Dat is moeilijk. Er voor een goede longdepositie is eigenlijk altijd een voorzetkamer nodig. Elke inhalator heeft een eigen gebruiksaanwijzing. En op de websites apotheek.nl en inhalatorgebruik.nl zijn hiervoor duidelijke handleidingen en instructiefilmpjes beschikbaar. De inhalatietechniek dient ook regelmatig te worden gecontroleerd. In het ziekenhuis daarentegen wordt salbutamol vaker verneveld. Er zijn zogenaamde nebules. Voor eenmalig gebruik en zonder conserveermiddel, en er is een inhalatievloeistof in een fles voor meermalig gebruik, waaruit de benodigde hoeveelheid per keer wordt opgetrokken. Bij status asthmaticus en ernstige exacerbaties van astma en COPD wordt salbutamol soms intraveneus toegepast. Omdat alle medicatie dan in de bloedbaan komt, is de kans op bijwerkingen zoals tachycardie en tremor veel groter dan bij de lokale toepassing per inhalatie. Vaak wordt salbutamol gecombineerd met ipratropium, een kortwerkend parasympathicoliticum dat via een ander werkingsmechanisme verwijderd werkt. Samenvattend: salbutamol is een Beta-2-sympathicomimeticum dat per inhalatie en intraveneus wordt toegepast. Het is een zogenaamde SABA, een short-acting Beta-agonist. Salbutamol wordt vanwege bronchusverwijding toegepast bij patiënten met astma of COPD, maar ook voor het diagnostiseren van astma. De bijwerkingen zijn veelal beta-adrenerg van aard en de inhalatietechniek is belangrijk om een goed effect te verkrijgen.